Ja, hier ben ik weer. Met Gears of War 3, de beste. En niet 2. Nee, want we gaan 2, heb ik al de fit gezegd, gaan we overslaan, hè? Ja. En we gaan wel even vertellen wat er ongeveer gebeurd is in deel 2. Dat is wel handig voor de verhaallijn. Ja, maar mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Je hebt niet echt hele belangrijke dingen gemist qua rode draad. Het enige wat er echt belangrijk is dat er nieuwe characters zijn geïntroduceerd. Dat zijn vooral Tai, maar die gaat vrij snel dood. Ja. Dat is een soort tribal gast, een soort inboorling figuur, zeg maar. Moet je het voorstellen, denk ik. Ja. En je hebt, hoe heet hij nou? Dizzy. Dizzy. Onze cowboy, die ook in dit deel terugkomt. En van de rest is het dat er persoonlijke dingen gebeuren. Dominic zoekt in dat deel, want je krijgt iets meer filmpjes, zoekt hij zijn vrouw, ja, Maria. Die vindt hij uiteindelijk ook. Alleen, die is gemarteld door de locust en die is in een andere kist verstopt. En die is echt gewoon, ze dood als maar kan uiteindelijk. Nee, ze is niet dood. Hij vermoordt haar. Hij verlost haar, hij verlost haar uit de lijden. Hele heftige scène, dat ook. Met goede muziek erbij. Zo. Dat is ook het enige, denk ik, lichtpuntje van de game. Want verder is het gewoon wat ik al zei. Ook een vind, hij is gewoon niet leuk. Deel 1 is echt leuk. Deel 2 is gewoon sommige stukken echt een marteling. En niet qua moeilijkheidsgraad, maar gewoon qua rekken van de game. Gewoon, lopen. Ja. Ja. En qua tijd die we nog hebben, tot en met deel 4, om het zo even te noemen, Judgment, is gewoon kort. En als we elke dag in principe één deel van dit uploaden, soms even twee doen in een weekendje, dan komen we makkelijk uit voor Judgment uitkomt. Ja. En dat is onze keuze om alleen 3 te doen. Deel 2, wat ik zeg, dat is het enige wat jullie gemist hebben. De rest is gewoon, Locust is gewoon doorgegaan natuurlijk. Ze hebben weer een gedeelte. Jacinto is een stad die is gezonken door de Locust. Ze hebben de grond eronder vandaan getrokken, zeg maar. En die stad is naar de, eigenlijk tussen de Locust doorgezonken. Waar de Locust leeft. Ja, die is expres. Uiteindelijk wouden ze dat niet laten zinken, hè, de Locust. Maar uiteindelijk hebben we het zelf gedaan, zeg maar. Hè? Zodat, om het offeren eigenlijk. Het offeren, ja. Het offeren van, En vandaag eigenlijk mis je niks qua verhaal. De Locust leven nog gewoon. In deel 3 komt nou veel meer aan het licht. Er gebeurt veel meer in hem. Qua verhaallijnen. Het is ook het einde van de Gears. En deel 4, Judgment, is dan weer een prequel. En dat speelt zich af voor deel 1. Het gaat meer over voor Emergence Day. Dus dat hoe de Locust nou eigenlijk zijn aan gaan vallen. Ja. He, ze komen vanuit de grond voornamelijk. Hoe is het allemaal tot stand gekomen? En dat is in deel 3 nu helemaal niet aan de orde. Nu krijg je gewoon het einde van de oorlog. Ja. Hoe gaat het aflopen? Oké, nou dan gaan we beginnen. Ja. Ik speel weer op Master JO6 op James' account. Want die heeft, zoals jullie hier kunnen zien, maar 2 chapters gespeeld. Niet eens acts. Er zijn chapters binnen act 1. Ja. Want je ziet act 1 staat er. We spelen arcade mode. Waarom? Dan zie je het enige verschil is nu, je ziet de score. We krijgen punten. En zo is het gewoon leuker. Dus het ziet wat leuker uit. Dan heb je online speelt. Ja. Toch? Ja, klopt. Volgens mij ben jij het eerste stukje, dus mutators, hoef je niet aan te zetten. Ik ga hem opstarten. Geen mutators. Nee, mutators zet ik uit. We zetten hem op hardcore weer. Het is wel heel moeilijk met twee, want er zitten geen mutators in. mutators zijn cheats. Dat zullen we even laten zien. Dat zijn cheats, maar ook moeilijkheidsdingen, maar ook vooral makkelijkheid. Het is bijvoorbeeld must active reload. Dan moet je goed reloaden, anders dan staat ook bij hard. Maar sommigen maken het easier. Dan krijg je ook minder punten. Ja. Min 25 punten krijg je. En je hebt ook fundingen. Omdat je... je hebt ook fun dingen zoals bloemetjes in plaats van bloed en zo, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar we zetten niks aan, gewoon de game spelen alsof we het eerst doen. Alleen wel op hardcore, wat heel pittig is met z'n tweeën. Ja, zeker weten. Maar dat maakt niet uit, dat is juist leuk. We hebben nou ook gewoon de tijd, dus als we nou wat langer erover doen, niet erg. Maar als deel 2 ook nog moet, tja. Dat was wel lastig geweest. Nou. Duurt lang. Oh, mijn is het? Ja, ik ken jou ook, ja. Dit is overigens weer 2 jaar later, hè? Geloof ik aan mijn hoofd zo. Ja, zoiets, ja. Na Gears 2. 2 jaar na deel. En Gears 2 was ook weer pas een paar maanden na deel 1. Je ziet nu al aan de engine dat die echt vet verbeterd is. Dat zie je eigenlijk hier al. Ja. Maar ben jij nu eerst Marcus. Voordat je de deur uitgaat, ligt er meteen een cocktail. Hè? Dit gaat heel veel over de vader van Marcus. In deel 2 niet. Dus daarom zeggen we hebben eigenlijk niks gemist qua rode draad. Al rechts om de hoek zit meteen een cocktail.
Wait. Rechts, hè? Daar deur. Daar. Daar moet je in. Nou, maar die cocktails moet je ja, zo kan dan. Hup. Nee, ja, maar dat gaan we daarop letten, zo dan. Nou ja, ligt hier. Hij ligt hier. Uit. Kijk maar, er staat zo'n tekentje weer op de muur, zie je? The locust had broken through to his house and he called in to say goodbye. Says he's sorry. He says. Yeah. Marcus, what in God's name are you doing here? You're going to get yourselves killed, both of you. Come on, Dad. I've come to get you out of here. Is a flashback? Yeah. To save my research. Do you understand how important it is? Dit is ook een stukje uit Gears 1, hè? Escalation. Ja. Dad, keep your head down. Okay, everybody find some cover. Spread out along the wall. Je ziet het puntensysteem, het zegt geen flikken, want je moet soms weer damage iemand en... Ah, je kan ze taggen, hè? Ja. His research. He tried to save his work. I tried to save him. Hier kan je weer taggen, jongens. Je houdt in dat je dus... je sticky klikt en dan... Ik heb het al in de multiplayer uitgelegd. Keer, jij ook geloof ik. Ja. Ja, even stil. Zo. Oh, reload. Wow. Het gaat over de dood van zijn vader. Hoe dat gebeurde. But you can't save them all. Je ziet ook elk, na elk chapter zie je er staan dat er echt op hardcore spelen of beter eigenlijk. Elk chapter krijg je die score. Voor de mensen die denken van, dat is net dat je score krijgt, als je de eerste keer in de playing game speelt, kun je ook gewoon normaal spelen. En dan zie je, dan krijg je gewoon een vloeiend verhaal. Nu krijg je ook een score na een chatter, maar ja. Maar het is gewoon leuker, het is gewoon lekkerder spelen met die score in beeld. Dit is een soort float waar ze zich terugtrekken, de kok nu. Ja. Hier ligt ook een cocktail, toch? Nee, hij ligt collectible, ligt die, als je eruit gaat, neem. Nee, hier niet, Paul, als je eruit gaat. En dan ga je naar rechts toch, geloof ik? Ja. En dan ga je meteen het eerste kamertje in. En daar ligt hij op die tafel. Okay. Daar. 2 years after sinking Jacinto. Ja. Wat al vertelt hij? Het zinken van Jacinto wat de Cox expres gedaan hebben. Hier ligt hij op dit ding. Om de locust erin te laten trappen. Ik zie hem niet liggen, maar... Ik denk dat de meesten nu al kunnen zien dat de engine al echt heel erg verbeterd is. In deel 3. Ja. Deel 2 niet, deel 2 is ietsje beter, maar het is eigenlijk een klein verschil, helaas. En nu is Dominic Santiago. Nou, het is zo, vooral veranderd dat je meer locusts tegelijkertijd in beeld kan hebben. Daar ging het wel om. Hij is iets veranderd. Ja. Na het overlijden van zijn mama en vrouw. Paul, hier ligt ook nog een cocktail, een dode collectible. Als het goed is, of hier? Ja, voor mij daar. Het is een beetje erg dat ik het nog weet, hè, eigenlijk. Ja. Je hebt ook een vette achievement hoer, dus een veertig. Ja, of dit, hè. Woe! Lemon Stalk.
Ik vind achievements ook leuk om te halen, als ik eerlijk ben. Het voegt wat toe aan een game. In deze game wel, in deze game zeker. Ja. Nee, niet in elke game, maar in deze game wel. Dus. Een nieuwe character, Jace. Niet schrikken, deel 2 komt er niet voor. Dus niet denken, ja, die had ik graag willen weten hoe ze die ontmoet hebben. Hij is nieuw in deel 3. Ja, de kok bestaat eigenlijk niet meer. Echt. Als organisatie. Nee. Als organisatie, zeg maar. Dat, Nee, de kok, dat. Het leger zeg maar, van de mensheid bestaat eigenlijk niet meer. Nee. At least the old man still takes the threat seriously. Folks seem to forget how we ended up like this. Out of sight. Ik moet piano spelen toch? Ja, dat kan. Zoveel keer? Ja, nee, dan unlock je ook dingen, ja, inderdaad. Oh, dat is het, zoveel keer dingen aanraken in. In de singleplayer, dan unlock je weer. Bijvoorbeeld een mutator, hè, zo'n ding. Of een. Of een poppetje die je online kan gebruiken. Better be good. Good? Probably not. A shock? Yeah. Guess who's come back from the jail? Zij was dus in deel 1 degene die ook door de radio heen praat, hè? Chairman Prescott. En dan gaat ze voor het eerst ook mee vechten. Ja. He ran out on us 18 months ago. What's he expecting now, red carpet? I'm waiting to find out. Worship sovereign. Hang on. This is chaos. Die leider die heeft zich teruggetrokken, hè? De kok is weg en hij heeft dus iedereen in steek gelaten. Die gaan ze dan zoeken. Die komt nou met een helikopter aan. Wonder where Prescott managed to find a helicopter. He sure as hell didn't leave with one. He never called, he never sent flowers. Oh, I can't wait to hear this shit. I'll get the popcorn. Nou. Komen ze. Are gonna do some real damage one day. Dash, get out of there! They're behind you now! Oh nee, heb ik zo'n. Action station, action station! Die hebben een hamburst. Ja, hamburst. En het trouwens best wel pittig. Hardcore, ook. Ja, ik was even vergeten. Ik was wel hardcore, ik was even vergeten. Ja, ik ook. Pittig hoor, qua damage. Ja. Maar dat maakt juist leuk. Even nadenken. Oh ja, hier. Chainsaw. Ja, dat kan ik dus niet, maar ja. Jezus. Even die knop indrukken. All clear. Ja, dat wou ik wel doen, maar dat kon niet. Ik dacht dat kon. To KR-01, you are clear to land. The forward lift is being raised for you. Stand by. Stand by for action. Betty strolls back in here like nothing happened. Better park that nice new Raven carefully. Let's give the traditional strand a bone. Strip the chopper for parts. Hello. General Prescott. Die een heel irritant klein hoofd heeft, toch? Weet je wel? Ja. In de multiplayer, ja. Ziet er echt niet uit. Alsof hij ziek is, eigenlijk. Hoffman's been gone almost as long as you have, Chairman. He's dead. He left to take a group of civilians to Anvilgate. Captain Michelson's the senior officer now. Not that we have much of a military left. I'd better talk to the gallant captain. I have a mission for him. Oh, and Sergeant Phoenix, you'll want to see this. Oh. Disc. Hmm. Zou daarop staan. This better not be a shopping list. Let's go check it out. Who
Who the hell does that asshole think he is? Nou, hier ligt een cocktail daar. Scott's gonna find out an ex-chairman doesn't count. In die hoek daar, kijk. Daar. Nou, er ligt niks, maar let niet op, het is ook hardcore, dan gaan we af en toe kort. Nee, je moet gewoon eerst die mannetjes gaan doen. Jezus, ik heb damage, jongen. Nou, ik schrik. Wow, Anja. Oh, oh! Hey! Oh, dat is waar ook, ja. Dan ga ik je multiplier weg. Wanneer gaat hij weg? Als je down gaat. Dan gaat hij naar beneden. Oh ja. Dat was het. Nice. Jumpers. Je kan ook op die polypen daar schieten, hè? Op die dingen. Nou, shit, is het vaak geraakt, hè? Ik ga wel down, denk ik. Down, ja, down, ik ga down, down. Zo! Paul, hier ligt hij, die collega. Hier, cocktail, hier. Ship's company. Remain at action stations until we are clear of lambent waters. Dan moet ik even weten, je moet voor mij hier op schieten. Op die lijk moet schieten. Moet schieten. Op het lijk. Is hij naar beneden gevallen? See what's on the desk. Ja. Oké. Okay. Ja, Fishy weet het allemaal, hè? Hey Marcus, we going up the CIC or what? Kogeltjes, jongens, kogeltjes. Jezus. Een sniper. Wisselen van een shotgun. Maar die wil mijn shotgun wel zo terug hebben. Ja. Waar blijven ze? Oh, daar komen ze. Die tips zijn irritant, man. Dan krijg je tips aan staan. Ja. Of krijg ik automatisch, ja, natuurlijk. Ja, de eerste keer speelt ook. There. Finally got it. Marcus, if you get this message, if you're still alive, I need your help. Oh god. This time I really am as Marcus. Please. It's your father. Yeah, I know. It's complicated and I don't have much time. Wait, what? Leave it, Jace. I'm being held prisoner by the Locust. I've developed a solution for the Lambent problem. They think they can use it to kill humans as well. Ja, die Lambent is zeg maar dat gele spul waarmee iedereen geïnfecteerd is, al die Locust, zeg maar. Then when we saw him die, I know. If he's still alive, I've got to find him. Any way to tell when this was recorded? There's no date code. Hang on. They don't realize that it won't save the Locust. Sarah's dying, Marcus. The whole planet. Sarah is it the planet? Yeah. Emotion that's killing it. It was always emotion. The emotion, you see. And I can stop it. I understand it all now. I've tried to contact you for years, but I've been helped. Damn machine. Baird's never here when you need him. Brace, 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 brace for impact! Uh-oh. Figure out a way to decode the rest of that disc, Marcus. We'll find it. Come on. Nou, heb ik een sniper in handen, hè? Helaas. Ja, ik krijg nou heel veel locus nog. Ja, ik heb een sniper nu. Yep. Nou, mijn shotgun kwijt. Great. Now he wants coffee. I'm under attack in the captain's cabin. Michael's is badly wounded. I can't hold them off alone. Ik heb precies. We require immediate assistance. Prescott, this is Phoenix. Hold on, we're coming. Come on, move it! We gotta get down there! Prescott can't handle this on his own! Fire in the hole! They breached the deck below. Come on, let's get down there! Fuck! Shotgun is weg hier, hè? Faal. Nou. Everyone off the deck. Get out of here. No, no, no. You
Wel vet die jump on Locust. Hè? Ja. Come on, stop them before they get below deck. Even, we moeten naar beneden. Je hebt het al beneden? Nee. Ja. Klote, ik heb geen kogels, man. Oh, kijk, die Amber's kogels. Sniper is leeg. Oh, Amber's kogels. Oh-oh. Vis is één ding, hè? Hardcore. Ja. Foutje. Foutje van Vis. Ben je al opgepakt? Ja, Anja, Anja. Anja. Anja die pakt hem op. Get a move on. We've got to help Prescott. Ben je nou mee moeten? Nog een... Oh, iemand gaat dat ding omhoog doen. Marcus Phoenix. Tuk, tuk, tuk. What the fuck? Achter me! Voor me! Oh! Overal assisten voor. Ja. Ja, ik zet op meteen punten moet je op letten. Want soms zijn bijvoorbeeld heel ver voor en dan krijg je een hoge multiplier. En dan maakt hij net meer kills. En dan wordt hij eerste. Dan staat hij maar net zo toe. De multiplier wordt hoger. Ja. Nu sta ik bijvoorbeeld voor. Ik kan dus zijn dat vissen meteen eens een paar grote dingen killt. En dan krijg je die multiplier. Word je gewoon vet eerste. Dus je moet er helemaal niet op letten. En dus, ja, bijvoorbeeld King wordt elke keer eerste. Dat is dus bullshit. Die hele puntensysteem slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar. Door die multiplier niet. Je zijn toevallig veel meer kills maken als die multiplier aan is. Oh ja, ik pak die extensie dan... wel. Even. Ja. Het is gewoon meer, die punten vind ik leuk om in beeld te zien. Ja. Die kills, je ziet gewoon, niet eens die punten, de kills zie je links onderin. Dat vind ik mooi. Je hebt punten voor het vuur juist, hè? Ja. Oh, dat is Prescott. Nou, Prescott. Prescott, dat ben ik hoor, maar niet je. Oh, daar leeft er nog eentje. Ja. Daar staat de schiet dus. You must take off. Why not? We'll find someone to do it. Oh, very well. Stand by. Michelson's gone. Phoenix, get down to the hangar. The helicopters are under attack. We need to get them airborne right away. Are you wounded? Yes, but then I... Then you stay here. And you don't move until we get back. Understood? I'll try not to get myself killed, Sergeant. Yeah, you do that. I'm not the conversational type. But when I get back, I want a nice long chat. I'll come back and give you first aid as soon as we've got the choppers away, okay? Yep. Yep. Ga jij maar lekker zitten. Waar je altijd zit. He's not going anywhere without his chopper. Oh, dat bedoelt dus, Fishy heb mij nog ingehaald net, omdat hij dus een brandblusapparaat heeft opgepakt. Dat bedoelt dit. Dus we moeten die puntentelling niet echt letten. Maar zo... Wil je nog? Ja, dat is een mooi moment om te zeggen tot de volgende keer. En bye bye. Bye bye.